Hey jongens, ik laat het jullie even zien. Zit hij nou weer te twerken? Kijk wat hij doet. Je kan hem even goed bekijken. Holy fuck! Oh, op beeld lijken ze natuurlijk groot, hè? Die tanden dan. Maar op beeld zijn ze veel groter dan hier, joh. Ja. Kijk wat hij doet. Kijk, hij gaat twerken. En niet dat ik denk, nou ik ben stoer omdat ik een kruispin op mijn hand heb. Nee joh, ik wil alleen even een video erover maken omdat ik het cool vind. Die beestjes hebben zo'n mooie grafiek. Hoe ze die beestjes eten en hoe ze een webje maken. Totdat die kinderen gaat leggen in deze hele doos. Er zit alles onder en dan ben je doos bang voor de beest. Nou geloof mij, als dat die beest kinderen krijgt, wordt die agressief als de pleur is. Beta. Kom nou eens, joh. Kom eens bij paasje. Kom. Kijk die pootjes. Let op. Kijk, ze sleurt die pootjes mee. Omdat ze er niet normaal kan lopen erop of zo. Kom. Kom dan. Kan toch wel klimmen? Je bent een spin. Kom op. Spider-Man kan toch ook klimmen? Dan moet jij het ook kunnen. Spin op 8 poten. Kom op, Beta. Kom. Wacht, ik ga even iets opzoeken, jongens. Oké, jongens. Wow. Fucking hell. Ik had een beestje. Kom op. Nee. Oh, fuck, jongens. Ik kom eraan. Pak het even snel. Er zit helemaal niet tussen, jongens. Kom er maar uit. Kom op. Kom eens. Hup. Jongens, hij zit er weer op. Moet ik... Kom. Wacht even. Kom nou eens. Oké, jongens, ik heb de spinnetje hier. En dan kijk, hij gaat nu op mijn hand. Kijk. Wacht, ik leg hem even neer, want dat, ik had hem net echt op mijn hand, jongens. En hij liep helemaal hier naartoe. Dus dat was wel een beetje eng, griezelig. Want met Halloween worden ze heel eng gemaakt. Nee, een geintje, joh. Maar ik laat het even zien aan jullie. Jullie zien hier de spin. Kijk. Misschien denken jullie wel, waarom loopt de spin nou zo hard over mijn hand heen? Nou, dat kan ik jullie uitleggen, omdat het... Ja, omdat wij, kijk, bijvoorbeeld de grond is, als wij met onze blote voeten op de grond lopen, dan is de grond best wel koud eigenlijk. Of als de zon schijnt, warm. Nou, dat is hetzelfde als met deze spin. Als deze spin op de grond loopt, dan kan die gewoon rustig lopen. Dan loopt hij ook snel, omdat het of warm of koud is. Maar als hij op je hand loopt, is het hetzelfde, want dan loopt hij ook heel snel. Dus dan loopt hij ook, laat maar zeggen, heel hard, omdat je lichaamstemperatuur heel warm is. Ik zal jullie laten zien, want soms gaat hij twerken, let op.